dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Britt en vandaag ga ik een kwasten oproltasje maken. Wat je hiervoor nodig hebt is je kwasten, een theedoek, maar je kan natuurlijk ook kiezen voor een lapje stof. Alleen een lapje stof is niet zo stevig als een theedoek. Dus ik raad je aan om een theedoek te nemen. Spelden, een meetlint, een lintje, want dit wordt de sluiting. Garen en als laatste de stofschaar. Maar wat we natuurlijk ook nodig hebben is de naaimachine. Dus laten we gaan beginnen. Het eerste wat we gaan doen is we klappen hem even open. En we gaan hem in de breedte doen. We gaan dus zo onze kwasten doen. Maar we hebben eigenlijk maar de helft hiervan nodig. Dus we gaan eerst dit doormidden knippen. Wat we doen is, we gaan hem zo dubbelvouwen. Maar let op, niet helemaal. En dan zit hij zo. En zorg even dat hij gelijk is. Aan alle beide kanten. Zo. En wat we dan gaan doen is, we gaan onze kwasten erin doen. En die leggen we dan gewoon zo neer. En dan zetten we er spelden. Dus dan gaan we met onze spelden, zetten we even overal twee spelden neer. Je mag ook voor één of meerdere kiezen, maar twee vind ik een mooi aantal. Zo. En natuurlijk moeten we ook tussen de kwasten in, moeten we ook spelden zetten, omdat het eigenlijk allemaal aparte vakjes zijn. En dit doe je dan bij al je kwasten. Nou, zo ziet het er dus uiteindelijk uit. Ik heb ook nog wat mascara, lipgloss en dat soort dingetjes gedaan. En een groot vak waar ik nog stiekjes en zo in kan doen. En nu ga ik je laten zien hoe je het lintje erop spelt. Nou, ik heb hem eventjes opgerold. En dan ga ik eventjes het lint zo doen. Want ik zou hem hier zo dan vastnaaien, omdat ik hem niet helemaal rondom kan doen. Want anders dan krijg ik hem gewoon nooit meer open. En dan zet ik hem dus hier zo, bij mijn duim zet ik hem vast. En dan ga ik er een strikje wil ik er dan van maken. Dus dan moet hij ook iets langer hier zo zijn. En dan ga ik kijken hoe lang die rondom moet zijn. Doe ik hem daar ook iets langer. Zodat ik daar ook, zodat ik hier dus gewoon een strikje van kan maken. Dus dan weet ik dat ik hem hier moet knippen. En daar ga ik hem nu dus ook eventjes knippen. En dan ga ik hem eventjes bevestigen aan deze. Als je dat hebt afgewerkt, gaan we de bovenkant afwerken. En ik ga je nu laten zien hoe je dat doet. Wat je namelijk gaat doen is, je doet hem eerst één keer dubbelvouwen en vervolgens ga je hem nog een keer dubbelvouwen. En dan zet je daar een speld in. En dat doe je dan bij de hele bovenrand. Dit is het eindresultaat. Ik vind het heel erg leuk en handig, want zo kan ik mijn kwasten netjes meenemen op reis. En ben jij nou benieuwd wat ik de volgende keer ga maken? Abonneer je dan even hieronder en vergeet de video niet te liken. En heb jij hem nou ook gemaakt? Tag ons er dan eventjes op Instagram onder de naam KNIPgirls. Doei, tot de volgende keer!